Oké, beste mensen, we zijn aan het filmen. Nog steeds hier de koepel en weet ik wat allemaal. We komen dus net weer van Joris Demmink en zo. En we hebben nog een baksteen over, die is eigenlijk voor Joris Demmink bedoeld. Maar die gaan we even symbolisch ook ergens hier plaatsen. Nou, niet te lang over nadenken. Oké, sinds 1838. We leggen hem gewoon hier neer. Historisch gezien. Een cadeautje van mij aan Oude Bos. Oh, dit ding. Ik kan nog een steen bij. Heb ik ook mijn bijdrage geleverd. Laten we het zomaar laten zien. Doen dit voor de grap. Ik moet toch wel die stenen nog lozen die ik heb. Yo, die zijn ook de ruiten al voetzie. Oh, dat is trouwens wel een mooi gebouwtje. Hè? Zal wat voor mij om daar iets mee te doen. Mooie Brabantse vlaggen. Ben ik altijd liefhebber van. Ik weet niet wat ze hiervan gaan maken, maar dit is nou wel. Nou, misschien hebben ze al wat gedachten. Ik weet het ook niet. Oh, oké, nou, dit zijn waarschijnlijk de belangrijkste gebouwen van Oude Bos. Want anders zet je ze er niet op. Misschien hebben ze nog meer. Oh, oké, ze hebben er een stuk of 5. Dan gaan we snel weer even terug. Kwart over 6 gaat hij zelfs aangeven. Dat is niet te geloven. Maar dan begrijp je dus nu wat voor dingen we hier zien. En deze is dus 16 keer kleiner als in Rome. Maar ik vind hem nu al ongelooflijk groot. Volgens mij past de hele bevolking er wel in. En dit is dan even het einde, want we gaan weer verder rijden naar het zuiden. Naar de Alpen, naar Wildenberg 2015. Tot later.